De werkzaamheden aan de Hoge Straat begonnen eigenlijk maandag al, maar woensdagavond gingen ze pas officieel van start. Met het weghalen van een straatklinker door wethouders Michel Lepoutre en André Springveld ging de herinrichting symbolisch van start. Na de openingshandeling kwamen geïnteresseerden bij elkaar in café De Gouden Leeuw aan de Hoge Straat. Daar gaven de aannemers uitleg over de werkzaamheden. Na een jarenlange discussie over het nieuwe uiterlijk van de Hoge Straat werd in 2017 een besluit genomen. De winkelstraat moet voornamelijk gebruiksvriendelijker worden voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers.